Dames en heren, hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe update. Het is niet lang geduurd dat er weer een nieuwe update uit is, want ja, meestal is het gewoon om de zoveel tijd is een update omdat er dan iets nieuws is, maar de rest van alles niet. Vandaag is maar goed het ene lang gekomen. Het is bijna mei, dat ook weer. Er komen vrije dagen, school zit bijna op. We hebben bijna vakantie, ook de examens komen alweer een paar korter. We zijn alweer ver vooruit lopen, maar toch. Er komt van alles nieuws aan op het kanaal. Onder andere komt er binnenkort een nieuw logo. Er wordt nu hard gewerkt aan een gloednieuwe intro. En daar ga ik het nu even over hebben. Oké, ik moet even slikken, want ja, ik heb net een beetje lang liggen praten. Maar goed, we gaan het hebben over die nieuwe intro. En dat is dus eigenlijk, Funzy heeft een 2D intro gemaakt, een nieuwe. En die ziet er super vet uit. Ik zal hem aan jullie laten zien, maar dit wordt hem niet, dames en heren. Ik ga er dadelijk wat meer over vertellen, maar ik zal hem aan jullie laten zien. En toen ik het muziekje hoorde, dacht ik van, holy shit, dit is gemaakt door Funzy, dames en heren, mijn designer om het zo maar te zeggen. Maar ik dacht van, hey, ik ken ook iemand, en dat is een vriend van mij, Jaron, die maakt 3D-intro's, niet speciaal 3D-intro's, maar ik kan het wel. Heb ik hem die intro opgestuurd en hij is nu deze intro in 3D aan het proberen te maken. Als hij niet goed is, gebruik hem niet bij deze Jaron, maak hem zo goed mogelijk, want ik wil hem echt gebruiken. En anders blijft het deze, want jullie hebben hem dus nu al gezien, maar in 3D wordt het ook natuurlijk iets wat andere effectjes. Dus bijvoorbeeld dat we iets anders gaan toevoegen, overleg moet er nog gebeuren, maar dat is al voor de intro. Voor het logo is nog niks afgesproken, dit is ons oude logo, ik zal het even binnen laten komen nu en ja, dan jullie weten hoe het logo eruit ziet en we gaan terug over naar mijn mooie pack. En ja, dat was zeg maar de update. Er komt een nieuwe intro plus logo aan, banner zal zo blijven, maar de banner wordt nog een beetje aangepast met ja, Facebook en logo en bla 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 misschien. Maar dat staat ook wel op de banner om aan te klikken. Dus we zullen wel zien, dames en heren. Maar dit was de update. Hopelijk hebben jullie nog genoten van Marunit. En ik zou zeggen, like voor de intro. En ja, laat een comment achter wat jij van de intro vindt. En wat er eventueel nog aan anders kan. En dan zullen wij er. Maar ik denk, ik vind hem super. Ik vind hem super fun. Als je dit kijkt, je hebt weer een fantastisch werk geleverd. Heel verschil. Toen ik muziekje hoorde, was ik inmiddels verkocht. En het is echt een zalig muziekje. Dames en heren, ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze nieuwe update. En tot de volgende video. Later.